Een goedenavond, dames en heren, leden van de commissie en leden van het college, maar dat zit nogal wat verspreid, zie ik. Mensen op de publieke tribune, uiteraard ook hartelijk welkom in deze commissievergadering. Mensen thuis, uiteraard ook welkom. Vanavond is dus het kernpunt het bespreken van de begroting, het inspreken zelfs van de begroting 2018. Maar voordat wij zover komen, na de opening die ik natuurlijk net dan heb verricht, inventarisatie van de insprekers, hebben zich twee aangemeld. Dat is de heer Oetse Weersma voor de Johan Sekkelschool en Marjolein Ree, die ons inspreekt, bijspreekt, ik weet niet hoe ik dat moet noemen, over recreatie. En verder hebben zich geen insprekers gemeld. Ik zie nu ook geen neigingen daartoe, dan houden we het daarbij. Dan ga ik over naar agenda punt 2, vaststelling van de agenda en inventarisatie van de rondvraagpunten. Maar met het laatste te beginnen, er hebben zich geen vragen voorgedaan, dus daar zijn we ook snel mee klaar. De agenda, wie heeft behoefte om die nog langer te maken dan die al is? Niemand, dank u wel. Gaan we over naar agenda punt 3, vaststellingen van afsprakenlijst raadscommissie van 12 oktober 2017. Daar zijn geen opmerkingen over binnengekomen. En ook nu blijft iedereen rustig, dus die hebben we ook gehad. Dank u wel. Zijn wij bij de inspraak begroting 2018 gekomen. En dan wil ik in volgorde van aanmelding de insprekers gelegenheid geven om in te spreken. De heer Oetse Weersma was de eerste. U mag naar voren komen. U hebt ervaring, dacht ik, maar voor de zekerheid 5 minuten inspreken. Gelegenheid tot vragen daarna. En de commissie kan dan vragen stellen. Gaat uw gang. Dank u wel. Geachte voorzitter, geachte college, geachte leden van de raad, hartelijk dank dat ik de gelegenheid krijg enige woorden te wijden aan de begroting 2018 en daarbij in het bijzonder over het hoofdstuk onderwijs huisvesting. Daarvoor heb ik hier wel vaker gestaan, dat weten sommigen van jullie. In de begroting van 2018 wordt op bladzijde 58 en 59 aangegeven dat voor SBO Johan Sekkel een tijdelijke uitbreiding van de school noodzakelijk is. En hiervoor wordt een aanvullend krediet gevraagd. U zult zich misschien afvragen hoe het mogelijk is dat deze school, de SBO-school, een groei voor leerlingen kent. Door de invoering van passend onderwijs mag men verwachten dat meer leerlingen met een speciale onderwijsondersteuning op de reguliere basisschool blijven. Dit is ook de kerngedachte van passend onderwijs. Gelukkig geldt dit ook voor een groot aantal leerlingen. Een andere doelstelling is dat meer leerlingen thuis nabij onderwijs kunnen volgen. En daar raken we een punt waar we de groei zien van de Johan Sekkel. Veel leerlingen die voorheen naar Zwolle of naar Hellendoorn gingen, gaan nu naar het SBO in Ommen, dus naar de Johan Sekkel. Deze school richt zich de laatste jaren op een veel bredere doelgroep om thuis nabij onderwijs mogelijk te maken. We zien juist veel erg jonge leerlingen van de MKD's, bijvoorbeeld de Elzenhoek, de KDC's en ook VVE-leerlingen instromen. Het is juist een wijziging op dit moment. Dit zijn juist kinderen die voorheen naar het speciaal onderwijs gingen en niet naar het speciaal basisonderwijs. En dit verklaart ten dele de groei. Een tweede element waardoor de groei verklaard kan worden, is dat de regio waar de leerlingen vandaan komen groter is geworden. Ouders ontvangen van een onafhankelijke commissie een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring voor een kind waarmee ze zich kunnen aanmelden bij een SBO-school. Ze kunnen dan kiezen voor Ommen, Hardenberg, Slagharen, Zwolle. En in die keuze spelen identiteit en afstand een belangrijke rol. Veel ouders kiezen in dit geval voor de school in Ommen, dus de Sekkel. Een derde element is dat de afgelopen jaren er 28 leerlingen zijn ingestroomd met een SO-indicatie, dat is speciaal onderwijs. En ook succesvol zijn geïntegreerd in de SBO-school. Dus niet meer naar Zwolle of Hellendoorn, maar gewoon naar Ommen. Met dit aanbod van de Johan Sekkel
kent de regio geen thuiszitters voor leerlingen in de PO-leeftijd. Ondanks het genoemde blijft de wettelijke doelstellingen van de SBO overeind staan. En dat betekent alle leerlingen voorbereiden op het instromen in het reguliere VO met een perspectief op het behalen van diploma. De school kent ondertussen een dusdanige groei dat een leerlingenstop is ingevoerd. Dit is een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van de Jonge Sekkel, dan nooit eerder gebeurd. Vanaf 1 oktober kan de school geen leerlingen meer opnemen, gewoon omdat er geen ruimte meer is. Geen plek. Leerlingen die niet geplaatst kunnen worden, worden dan automatisch thuiszitters. Gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben afgesproken alles in het werk te stellen om te voorkomen dat een kind dreigt uit te vallen en thuis komt te zitten. Wettelijk gezien is de eerstvolgende instroomdatum 1 januari aanstaande. Dit betekent dat de school tot die datum de instroom kan opschorten en tot die tijd een stop kan afkondigen. De nood is hoog. Ouders die blij zijn dat hun kind eindelijk een toelaatbaarheidsverklaring heeft en dan moet horen dat er geen plek is, is erg frustrerend. De school zou liever een permanente voorziening willen aanvragen, maar gezien de procedures en de leerlingenbelangen voor de korte termijn is een tijdelijke uitbreiding de beste optie. Ik verzoek u hierbij dan ook met spoed in te stemmen met een passende onderwijsvoorziening voor de Johan Sekkel, voor SBO Johan Sekkel. En de gemeente heeft sinds 1997 een zorgplicht voor de onderwijshuisvesting. En daarnaast heeft de gemeente een plicht om het aantal thuiszitters terug te brengen. Ten aanzien van de Boslust wil ik mijn waardering uitspreken. Daar hebben velen van jullie aan meegewerkt en ook deze mooie school met eigen ogen kunnen zien. En hopelijk komt hier ook nog vervolg op. Want ik zit behoorlijk in mijn maag met de larakkers. En daar heb ik ook wel hele mooie ideeën voor. En daar zou ik graag een keer over willen sparren met jullie. Hartelijk dank voor uw aandacht. En als het nodig is, kan ik de vragen beantwoorden. Dat zullen wij ook nagaan. Als ik het goed begrijp, prent u ons vooral in om de begroting 2018 op dit punt in ieder geval goed te kunnen. Met spoed, want we hebben echt leerlingen momenteel die thuis zitten en die we niet kunnen plaatsen. En dat is echt uniek in de geschiedenis van de Jonge Sekkel. Duidelijk. We zullen het rijtje afgaan. De heer Bongers zie ik. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, op zich is het denk ik een prestatie van de school dat ze heel veel aanmeldingen hebben en dat daar veel animo voor is. Dat betekent een stop van het aantal inname van leerlingen per definitie volgens uw schrift dat het thuiszitters worden. Maar die zouden dan toch ook vervolgens alsnog naar Hellendoorn kunnen of naar Zwolle? Dan hebben we het over een SBO-school en een SO-school. Zwolle kent ook wel een SBO-school, maar Hellendoorn is een SO-school. En we hebben hier ook een SBO. Okay, dus het alternatief. En ouders kiezen heel bewust voor deze school thuis nabij. Maar voor de helderheid, u heeft nu een stop ingevoerd, of per 1 oktober. Dat betekent dat er in ieder geval tijdelijk geen thuiszitters zouden hoeven te zijn als je dan kiest voor Zwolle of wellicht Harderberg. Ja, maar dat is niet de keuze van de ouders die zeggen van als jullie straks een passende voorziening hebben in de huisvesting, dan hopen wij dat we binnen 6 weken daar een noodlokaal kunnen hebben. Oké, okay. Dank u wel. Ja. Wie mag ik verder het woord geven? De heer De Vries, ga de gang. Ik wil even verder gaan op de vraag van de heer Bongers, want in uw stuk, en u noemde dat zo net ook, geeft u aan dat er keuzemogelijkheden zijn voor Ommen, Harderberg, Slaggaren op Zwolle. Hebben alle deze scholen te maken met een tekort aan plekken voor leerlingen op dit moment? Nee, Harderberg krijgt een nieuwe school en volgens mij zit aan lichte groei. Slagharen heeft een krimp, loopt terug. En we zien een aantal leerlingen die voorheen naar Slagharen gingen, juist nu voor Ommen kiezen. Maar concludeer ik dan terecht dat er regionaal geen gebrek aan plekken is?
Dat is denk ik een juiste conclusie. Maar het is de keuzevrijheid van ouders dat, om... Dat begrijp ik. Ja. Maar zou het dan niet voor de hand liggen dat deze scholen met elkaar samenwerken om te kijken dat leerlingen op een evenwichtige manier, naar de wens van de ouders overigens, verdeeld kunnen worden? Want ik vraag u die vraag omdat het hier natuurlijk wel om inzet van gemeenschapsmiddelen gaat. En ik vind dat we daar efficiënt mee om moeten gaan. En als u terecht aangeeft dat er geen gebrek aan plekken is, dan zou je ook met ouders in overleg kunnen gaan of er niet een verdeling mogelijk is waar ook ouders zich in kunnen vinden. Het gaat tenslotte ook om hun belastinggeld uiteindelijk. Tuurlijk, klopt. Maar een ouder die in Dalfsen woont, zal zijn leerling, zijn kind, niet snel naar Slagharen brengen. Die zegt, dan wachten we liever een paar maanden tot er plek is in Ommen. Dat is dichtbij, dus thuis nabij, en dat is onze keuze. Dank u wel. De heer Middelkamp. Ja, dank u wel. Mijn vraag is deels ingevuld door mijn linkerbuurman zojuist. Er blijft nog een klein stukje van mijn vervolgvraag over. En die gaat over hoe tijdelijk u voorziet dat deze tijdelijke maatregel zal zijn. Want als u succesvol blijft en in de regio zorgt u dat er een continue toestroom is, en misschien dat we er ook aan kunnen toevoegen dat er ook een toestroom van het reguliere basisonderwijs in de gemeente Ommen is. Hè, daar hebben we ook wel eens van gehoord. Is het dan zo dat we straks de noodmaatregel moeten uitbreiden met nog een noodgebouwtje en nog een noodgebouwtje, en zou je dan misschien beter andere structurele maatregelen moeten nemen? Nou, dat is ook een van de laatste zinnen. Ik had veel liever een structurele voorziening gehad met een permanent lokaal erbij. Maar dus gezien alle procedures en prognoses die aangevraagd moeten worden, dan zijn we minimaal een jaar verder. En daar kunnen we niet op wachten. Dat is niet een volledig antwoord op uw vraag. Uw vraag is ook van, voorziet u nog meer groei op termijn? We zitten hier natuurlijk wel in een gebied met krimp. We zien ook dat basisschool over het algemeen en leerlingen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, daarin kennen we wel een krimp momenteel. Dus ik denk niet dat we nog verder gaan groeien. Denk ik niet, nee. Dank u wel. CDA. Mevrouw Baaklijn, gaat u gang. Ja, dank u wel. Ja, het is wel leuk inderdaad. Nou, nu ga ik weer voortborduren op de vraag van jou, Gerrit. Nou, je geeft dus aan, het is waarschijnlijk tijdelijk, hè? Dus vandaar ook deze aanvraag. Is de aanvraag die dan gedaan is ook, en zoals die ook is opgenomen in de begroting, is die dan ook afdoende voor wat u nu schetst, hè? Want trouwens een mooi opgebouwd verhaal zo in deze lijn. Maar om hoeveel leerlingen gaat het nu feitelijk? De groei van de school is nu doorgegroeid naar 150 leerlingen. Er ligt een verzoek voor een, en volgens mij is dat ook een goedkeuring, maar dan kijk ik even naar de wethouder, voor een bedrag van 90.000. Daar is goedkeuring voor. Alleen, we zitten nu met een technisch probleem. Er moet een unit over de school getakeld worden. En dat vraagt een verhoging van het budget. Ja, dan toch even een vervolgvraag, want die moet ik denk ik dan aan de wethouder stellen. Ja, nee, dat denk ik ook. Dank u wel voor deze zelfreflectie. Wie? Verder nog? Niemand? Dan bedankt voor de bijdrage. Dank u wel. Marjolein, ook voor jou gelden 5 minuten. Goedenavond allemaal en mensen in de zaal ook en de raadsleden en het college. Ik heb een documentje uitgeprint. Die mag ik hier ronddelen. Nog een paar. Heeft iedereen er een? Oh, nee? Ik heb maar 5 minuten, hè? Nog 4. Ja? Allereerst wil ik eigenlijk de gemeente een compliment geven. Door het feit, ik wil inspreken eigenlijk op recreatie. Ik vind het heel mooi dat de gemeente mij de kans heeft gegeven om het
voormalig natuurinformatiecentrum nieuw leven in te blazen door dat een bezoekerscentrum te laten worden voor Ommen. Het komt natuurlijk voort vanuit Natuurlijk Ommen, de website die iedereen kent. Ik heb nu net een document rondgedeeld waarop je kunt zien hoeveel mensen Natuurlijk Ommen bezoeken. In 2015 waren dat er 69.696. In 2016 78.888. En in januari, van januari tot en met oktober, dus we zijn nog niet aan het eind van het jaar, 81.521 bezoekers die Ommen bezoeken. Dat is nogal wat. En nou ja, waarschijnlijk zien de mensen om me heen en de ondernemers nu ook dat bijdraagt aan Ommen. Het was voor mij een hele weg. Drie jaar, 9 maanden ben je bezig. Ik heb veel geleerd in die periode, omdat door positief te blijven en vertrouwen te hebben in de mensen om je heen, in de politiek, in de gemeente, dat iedereen toch het beste voor heeft met Ommen. En dat is niet altijd heel erg makkelijk, hè, want je hebt toch een stukje gevoel, hè, maar je hebt ook je verstand. Dus. Maar goed, we zijn mooi op weg. In het kader van gastvrijheid wil ik ook nog even aangeven dat het centrum van Ommen is het visitekaartje. Nou, als je gasten ontvangt, dan ontvang je die via de voordeur. Die laat je niet omlopen. Dus ik vind het heel belangrijk dat de bezoekers van Ommen ook het mooie centrum blijven zien. Dus een omleiding rondom Ommen zie ik niet zo zitten. Dus dat mag je hier ook zeggen, neem ik aan. Ja, ik ben eigenlijk heel erg blij. En voor Ommen voornamelijk. Ik werk nu 3 jaar en 9 maanden vrijwillig. Zo goed als vrijwillig. Vorig jaar was mijn omzet €1.400. Maar goed, dat is niet het resultaat in de portemonnee. Maar we zien hier wel het resultaat op de kaart. Ommen staat op de kaart en dat gaat steeds beter. Dus ik kan ook melden dat positieve ontwikkelingen zijn met Vechtdam Marketing. Tamara Toering, merkleider Vechtdam Marketing, heeft aangegeven blij te zijn met Natuurlijk Ommen, met de ontwikkelingen die er gaande zijn. En ik zal binnenkort met haar om tafel gaan om te kijken hoe we elkaar kunnen gaan versterken. Ik krijg vaak van ondernemers toch de vraag van wat is je verdienmodel? Nou, ik geef daarbij aan van... Ik zeg vaak daarop van ja, als ik het woord stichting voor mijn naam heb staan, vraagt niemand dat. Dus kijk eens verder. Hè. Kijk niet van wie doet wat, maar wat gebeurt er nou en wat draagt het bij? En niet van is het een eenmanszaak, is het een BV? Hè, maar wat gebeurt er? En Marjolein, zou jij de relatie aan kunnen geven met de begroting 2018? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben heel druk met bezoekerscentrum en ik heb me niet zo goed voorbereid op die begroting, omdat ik gewoon heel veel werk heb te doen. Maar ik wilde wel gewoon even van me laten horen en een positieve reactie te geven richting de raad. Ik laat je verhaal wel afmaken in die 5 minuten, ja? Maar het gaat nu wel om inspraak, begroting 2018, dus we mogen verwachten... dat je zo'n relatie legt dat je bijvoorbeeld voor die werkzaamheden, de recreatie betreffend, aandacht zou vragen voor een budget of een, in ieder geval iets in de facilitaire hoek. Ja, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, want input is voor mij belangrijk. Hè. Als je in het belang van Ommen iets doet, is input belangrijk, want het is niet jouw plan. Het is een plan van wat wil Ommen. Voor mij ook belangrijk van hoe ziet de raad dat, wat wil de raad eigenlijk met Ommen. En op welke wijze kan ik bijdragen qua budget. Ja, het is heel mooi en wellicht heel idealistisch om het op eigen kracht te doen met elkaar. Daar ben ik een voorstander van. Maar hoe kunnen we dat dan met elkaar verder vormgeven? En hoe kunnen we dat verder aanpakken? Dat is eigenlijk mijn vraag. Hoe zien de raadsleden dit? Hè? Als burgerinitiatief, 3 jaar, bijna 4 jaar werk je vrijwillig. Ommen staat op de kaart, zoveel bezoekers. Nou, en nu? Dat is eigenlijk mijn vraag. Van wat zou de raad graag zien? Want ik heb wel contact met bepaalde raadsleden, maar ik merk ook dat een aantal raadsleden mij niet opzoeken of niet vragen van hoe gaat het nu? Ik vind dat erg jammer. Hè, ik ga niet geen namen noemen, want het schiet niet op. Maar ik moet ook wel een beetje kritisch zijn. Ik denk van jongens, toon nou die betrokkenheid. Hè? Maar hoe zien de raadsleden dat? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Is dit de bijdrage? Ja, dat is de bijdrage. Dankjewel. Dan zullen we nu het rondje maken. Mevrouw Bakelaar, gaat u gang. Ja, dankjewel.
Ja, mevrouw Vergees, je geeft aan dat je natuurlijk een belangrijke rol hebt gespeeld, hè, de afgelopen jaren vanuit natuurlijk Ommen. En het klopt dat we allemaal natuurlijk de recreatie, maar vooral ook zeg maar de voorlichting en informatie over wat gebeurt er in Ommen. En om te laten zien hoe mooi Ommen is, heel belangrijk vinden. Dus ik vind het heel belangrijk dat het een vervolg krijgt. Zie jij voor jezelf ook een rol in deze, dus voor de toekomst? Hè? Niet alleen voor het mooie nieuwe bezoekerscentrum, maar ook in de vorm van natuurlijk Ommen, om dat verder door te zetten de komende jaren. Wat is jouw rol daarin en wat heb je daarbij nodig? En dan misschien kun je daar ook iets zeggen over, heb je daar ook iets in financiële gedachten voor ogen dan? Oh, nou, allereerst, ik heb me natuurlijk, laat ik me overal zien, dus ik denk dat ik toch wel een goed beeld heb van hoe het in Ommen werkt, hoe de mensen een beetje zijn. Hè. Je leeft je in een bepaalde situatie, dus je kent de politiek. Ik heb 2 jaar hier bijna alle raadsvergaderingen en commissievergaderingen gevolgd vanaf de tribune, wat ik ook alle inwoners van Ommen kan aanraden, want het is best interessant. Maar welke rol? Ik zou elke keer achter de computer zitten om die website bij te werken. Dat ligt mijn kracht niet echt. Dat zou andere mensen ook kunnen. Maar het verbinden, een stukje advies geven misschien wel. Hè? Ook misschien binnen de gemeente op het gebied van city marketing. Ik denk toch dat ik wel goede ideeën heb waar anderen ook wat mee kunnen. Ja, en het bezoekerscentrum mooi vormgeven. En dat laten draaien door inwoners van Ommen zijn toch ambassadeurs. En die moet je ook een kans geven. En het moet niet mijn centrum zijn, maar het moet het centrum van Ommen zijn. En dat wil ik ook proberen zo te ontwikkelen. Dus, dankjewel voor het antwoord. Nog een vervolg. Eén vervolgvraag, ja. Hè, want je ziet daar dus een rol voor jezelf weggelegd. Hè, in de zin van verbinder enzovoorts. Heb je ook het voornemen om dan iets op papier te zetten van een projectplan of anderszins voor 2018 en verder? Zodat je ook aangeeft wat je rol is, wat je kan betekenen en ook hè, wat je van ons als raad vraagt in het kader van de begroting. Kijk even naar de voorzitter, hè, want nu gaat het om waar geven we het geld aan uit. Mm-hmm. Dus heb jij ook een beeld daarvan? Ga je ook een plan op papier zetten? Nou, als ik een plan ga maken, dan ga ik dat plan niet alleen maken, maar dan ga ik dat samen ontwikkelen met anderen, want je moet het samen doen. Als je samen wil werken, ga je ook samen dat plan ontwikkelen. Dan moet dat niet mijn plan zijn, maar dan moet dan juist een plan zijn die je samen maakt. Ik ben bereid om te kijken van op welke wijze je het beste met elkaar vooruit kan. En als ik zie dat het lucratief is om met elkaar samen te werken en het is op de lange termijn, zie ik dat goed zal blijven gaan. He, dat is altijd maar de vraag, maar in ieder geval wel dat het de lange termijn, dat dat een beetje gewaarborgd blijft. Kijk, ik krijg ook hele mooie kansen bijvoorbeeld van ondernemers die zeggen, ik wil wel een plekje vrijmaken voor een informatiepunt in mijn winkel. Is voor mij direct wel mooi. Ik schiet er misschien wel wat mee op, maar in het belang van Ommen is het weer niet goed, want er zijn nog meer winkels en dan ga je een keuze maken. Dus je wil ook neutraal blijven, transparant. Ja, dus ja. Dankjewel voor het antwoord. Wie heeft nog meer een vraag? Mevrouw Schenselaar, gaat gang. Dank je, voorzitter. Eigenlijk aansluitend aan de vraag die mevrouw Bakelaar stelde. Eigenlijk, waar ik behoefte aan heb, want we kennen elkaar langer. Ik weet ook wat je allemaal doet, enthousiasme en dergelijke. Maar waar ik gewoon behoefte aan heb, van als je zegt, ik heb een plan en niet alleen in het hoofd. Mijn verzoek is, zet het op papier en ook de financiële vertaalslag daarbij. En nou, dan kunnen we daar verder over praten. Ik snap dat heel goed. Kijk, City Marketing wil met mij wel samenwerken. De City Marketeer, daar heb ik meerdere keren mee gesproken op het gemeentehuis. Als ik vraag, is er een plan op het gebied van City Marketing, op het gebied van Om een Hart van het Verde, de nieuwe website die is ontwikkeld, dan is er geen plan. Dus wordt mij gevraagd, kom met een plan. Terwijl als ik vraag, als vanuit de gemeente de samenwerking wordt gezocht, ik vraag naar een plan en geen plan ligt. Kijk, dan denk ik van, dat is voor mij niet zo goed te begrijpen. Dan denk ik van, ja, ga dan samen een plan ontwikkelen. Bedankt voor dit antwoord, voor deze reactie. Zijn er nog meer vragen? Niet? Dan bedank ik Marjolein Ree voor haar bijdrage. We zullen ons voordeel doen met de inspraakbijdrage. Hebben we hiermee agendapunt 4 gehad. Je mag weer gaan zitten.
Rondvraag was er niet, zoals we al hadden geconstateerd. Sluiting is er wel natuurlijk. Dan is de vergadering precies op tijd gesloten en maken we ons klaar voor de volgende vergadering. Dank u wel voor uw aandacht.